gevoel wat ik krijg als ik op mijn handbike zit, is dat mijn handbike mijn handicap uitschakelt. Mijn naam is Pim Brouwers, ik ben 23 jaar en ik ben een fanatiek sporter met een handicap. Ik ben 3 maanden te vroeg geboren en daardoor heb ik zuurstoftekort gehad. Daardoor heb ik ook cerebrale parese. Dit houdt in dat mijn hersenen mijn spieren niet goed aansturen. En dat ik eigenlijk mijn lichaam constant onder spanning staat. Als je een handicap hebt, dan kijk je naar de mogelijkheden en dan bepaal je eigenlijk je eigen leven met een handicap. En als je gehandicapt bent, dan kijk je naar de dingen die je niet kan en dan laat je eigenlijk je handicap je leven bepalen. Want ik vind dat je ook met een handicap gewoon moet laten zien wat je kan en waartoe je in staat bent. Mijn handbike betekent voor mij een stuk vrijheid. Door die handbike kan ik gaan en staan waar ik zelf wil. Kan ik zelf een ronde gaan fietsen. Ben ik niet afhankelijk van anderen. En ook is het zo dat ik met mijn handbike schakelt eigenlijk mijn handicap uit. Want ja, je ligt erin. Dan hoef je ook niet aan je handicap te denken. Het is belangrijk dat mensen met een handicap sporten, omdat je je handicap leert accepteren en omdat je midden in de maatschappij staat door te sporten. Daarnaast, sporten is gezond voor iedereen, maar voor mensen met een handicap misschien nog wel extra, omdat je door het sporten juist beter gaat functioneren en je handicap beter onder controle kan krijgen of minder last hebt van je handicap.